Woensdagavond speelde Heerenveen onder de 17 de achtste finale van het bekertoernooi tegen Feyenoord. Feyenoord speelt normaal een divisie hoger en dus een lastige klus voor de jongens van Heerenveen. Heerenveen begint goed, met hier een dieptepaas van Seedorf op Velida. Hij kan alleen op de keeper af, maar goed verdedigend werk van Noah Lewis van Feyenoord. Dan Feyenoord. Bal op Shaq Touré. Draait naar binnen. En een prachtige goal. De keeper van Heerenveen is kansloos. En zo staat Feyenoord al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Vrije trap Heerenveen. En maar net naast gekopt door Stefan Westra. En zo krijgt Heerenveen ook zeker kansen op de gelijkmaker. Even later vrije trap voor Feyenoord. En ook die vliegt erin. Niet helemaal goed te zien wie de goal maakt, maar hij komt op naam van Touré. En zo staat het in de eerste helft al 0-2 voor Feyenoord. Begin tweede helft. Touré legt de bal af op El Boujataoui. Schot op de paal. Westra legt af op Seedorf. En een prachtige plaatsschot, waardoor Heerenveen de aansluiting vindt met Feyenoord. 1-2. Heerenveen ruikt dan dat de wedstrijd nog niet verloren is en zet door. Vrije trap Heerenveen komt door klungelig uitverdedigen voor de voeten van Boujataoui. Maar hij schiet op de paal. Een levensgrote kans om op gelijke hoogte te komen. Feyenoord. Paas op Wouter Burger. Goeie aanname. En hij rolt de bal richting de rechterhoek. Waar Heerenveen nog aaste op de gelijkmaker, maakt Feyenoord het af en zet de stand op 1-3. En met nog maar 10 minuten speeltijd wordt het bijna een onmogelijke klus voor Heerenveen. En al helemaal als Feyenoord er nogmaals uitkomt met Joey Korevaar. En hij maakt het bijna exact af als de vorige treffer. En zo staat het zelfs 1-4. In de slotfase van de wedstrijd krijgt Feyenoord nog een grote kans op de 1-5. Maar door een goede redding van keeper Jan de Boer blijft de schade op 1-4. En zo verliest Heerenveen onder de 17 de achtste finales van het bekertoernooi. En gaat Feyenoord een rondje verder.